Ik lig hier in de Greenstar bunker met een meter of 12 tot de vlag en een redelijk standaard ligging. Op zich geen moeilijk schot, maar waar ik het vaak mis zie gaan is dat golfers te diep het zand ingaan, geen gebruik maken van de bounce. De bal komt er net uit of hij blijft in de bunker. Ik ga jullie uitleggen waarom dit gebeurt en helpen om er vanaf te komen. De club graaft zich te veel in omdat de steel op het moment van raken te veel naar links toe staat. En hierdoor komt de leading edge in het spel. En de leading edge is de voorste rand op het blad. Dus wanneer de steel naar links toe leunt, graaft hij zich in. Ja, en daardoor komt hij er met weinig energie uit of net niet uit. Om het juiste gevoel te creëren, neem je je normale bunker setup in. Maar pak je de club vast met alleen je rechterhand. Hier vandaan maken we een swing. En wat je wilt creëren op het moment van raken is dat de steel eigenlijk rechtop staat, verticaal. Dus niet deze kant op. Nadat de club uit het zand komt, willen we zien dat die oplijnt met je rechterarm. En in de finish dat de steel weer verticaal is met het clubblad boven je hoofd. En misschien zelfs met de groeven die naar je toe wijzen. Dus doe dit een aantal keren zonder bal. En misschien hoor je het ook al aan het geluid dat hij zich minder ingraaft en er dus meer vanaf bounced. Ten opzichte van dit geluid. Dus doe het een aantal keren zonder bal om vervolgens met bal te doen. Ook weer met één hand. Dus normale swing, club komt terug, de steel staat verticaal. Nadat de club het zand uitkomt door mijn rechterarm. En in de finish wederom verticaal met de groeven die naar me toe wijzen. Nadat je dit een paar keer hebt gedaan met bal en één arm, doen we het met twee handen aan de club waarbij je dat gevoel probeert te krijgen. Doe je dit vaker, krijg je een betere interactie tussen de club en het zand. Je maakt beter gebruik van de bounce en gaat je helpen om de afstanden beter te kunnen controleren. Succes!